beginnen met de eerste spreker van vanavond. Ze komt uit Groningen, dat is ook de universiteit waar ik gestudeerd heb, dus dat is al een heel goed begin. Universiteit van Groningen, Nampje Koudenburg. Zij onderzoekt online communicatie en ook het subtiele seksisme wat daarmee gepaard gaat en hoe je je daar tegen kan uitspreken op een subtiele manier. Nou, ik werk bij de televisie, ik kan je zeggen, ik heb mijn fair share seksisme meegemaakt, dus ik ga met heel veel interesse luisteren naar deze presentatie. En haar onderzoek naar de gespreksflow heeft zelfs een prijs gewonnen. De Early Career Award van de KNAW. Dus heel graag een heel warm applaus voor onze eerste spreker. En dat is toch altijd spannend. Nampje Koudenburg. Hoe reageer jij op een seksistische opmerking? Ga je in discussie? Val je stil? Of ga je het gesprek liever uit de weg en begin je gauw over wat anders? Dit onderzoek gaat erover hoe dit soort reacties op seksistische opmerkingen bij kunnen dragen aan het verspreiden van een seksistische norm. Op het moment dat je een seksistische opmerking hoort of ziet, dan ga je je vaak afvragen, is dit nou een persoonlijke mening of is dit de norm en is dit iets wat iedereen vindt? En om deze beslissing te kunnen maken, is het heel belangrijk om te letten op hoe anderen reageren op deze opmerking. Want de reactie van een gesprekspartner bepaalt voor een groot deel of iets normaal is of normatief is. Op het moment dat een gesprekspartner kan namelijk laten zien, is dit acceptabel, is dit iets wat gezegd mag worden? En hij kan ook laten zien, is dit een mening die ik deel? En dat kan natuurlijk heel expliciet. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, daar ben ik het mee eens, inderdaad. Of het kan zijn, in het geval van een seksistische opmerking, nou, wat een onzin. Maar dit soort opmerkingen zijn eigenlijk relatief schaars. De meeste mensen confronteren seksisme niet. En heel vaak vinden ze dat niet een rol, hebben ze niet de argumenten paraat. En reageren ze dus op een andere manier. En een voorbeeld daarvan kun je hier zien. Nou, het is eigenlijk normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. En dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is. En dan zegt ze, nou, die heeft ook wel gelijk. Dus, in mijn ervaring. Dus eerst krijg je wat linkse praatjes. En dan zeg jij hoe het echt zit. En dan zegt ze, nou, oké, ook wel waar. Oké, wat gebeurt hier? Iemand uit een seksistische opmerking. En het gesprek gaat eigenlijk soepel door. Dus niet echt een doorbreking van de gespreksflow. Sander Schimmelpenning geeft niet zijn mening over het onderwerp. Maar laat het gesprek doorgaan. En het blijft eigenlijk wel gezellig. Nou, wat voor consequenties heeft zo'n doorgaande gespreksflow nou voor het normatief worden van seksisme? Nou, consequenties van gespreksflow in deze tijd waarin we heel veel gesprekken online voeren, zijn misschien jullie allemaal wel bekend. Ten eerste, op het moment dat er een vertraging in een gesprek komt, besef je pas hoe belangrijk het eigenlijk is om een lekker soepel gesprek te hebben. Die vertragingen zijn bijzonder irritant, maar ze geven ook aan hoe belangrijk het eigenlijk is om een soepele flow in het gesprek te houden. En die consequenties zijn niet alleen irritant, maar de consequenties van het ontbreken van gespreksflow zijn ook op het gebied van psychologische consequenties. Zo hebben ze consequenties voor de sociale relatie. Een flow geeft een indicatie van of dingen goed zitten tussen ons. En dat geeft ook een indicatie van de consensus. Als het gesprek lekker loopt, dan hebben we het idee dat, dat we het eigenlijk wel met elkaar eens zijn. Nou, wat gebeurt er nou als een gespreksflow doorbroken wordt? Bijvoorbeeld in het geval van een stilte. Op het moment dat iemand een opmerking maakt en daarna blijft het even stil, denken mensen vaak, roept dat vragen op. Vragen over zowel die sociale relatie, zit het wel goed, word ik afgewezen, heb ik iets verkeerd gezegd, maar ook op het gebied van consensus. Zijn we het eigenlijk wel eens? Is dit wel iets wat wij algemeen delen in dit gesprek? Nou, deze consequenties van die gespreksflow en van die stiltes worden natuurlijk extreem belangrijk op het moment dat je gesprekken hebt die door heel veel mensen worden bekeken. Bijvoorbeeld gesprekken die via media worden uitgezonden. En dit is de setting die we ook probeerden te creëren in ons onderzoek. Dus in ons onderzoek lieten wij mensen video's zien van gesprekjes tussen een vijftal mannen. En in dit gesprek was het gewoon een soepel lopend gesprek. En we lieten ze verschillende groepen mensen drie verschillende versies van hetzelfde filmpje zien. En in de ene versie werd geen seksistische opmerking gemaakt. In de andere versie werd de opmerking gemaakt, vrouwen hebben geen natuurlijke leiderschapskwaliteiten.
En belangrijk was hoe het gesprek na die versie doorging. En in de ene groep kreeg gesprek te zien dat na die opmerking, vrouwen hebben geen natuurlijke leiderschapskwaliteiten, gewoon soepel doorging. Niemand gaf zijn mening over het onderwerp, maar het gesprek bleef gewoon gezellig. En in een andere conditie voerden we een 3,5 seconde stilte door, waarna het gesprek gewoon doorging. En wat we wilden weten, wat we mensen naderhand vroegen, hoe normatief is deze opmerking? Is deze opmerking gepast? Is dit iets wat je kunt zeggen in deze context? En delen die andere mannen in het gesprek ook dezelfde mening? En wat we vonden is dat op het moment dat het een seksistische opmerking werd geplaatst en het gesprek ging gewoon lekker door, mensen dachten dat deze mening gepast was. En ook dachten dat die andere mannen deze mening eigenlijk ook deelden. In vergelijking tot een controleconditie waarin geen seksistische opmerking werd geplaatst. Wat we ook vonden, is dat het effect, die normverandering, heel makkelijk gereduceerd kon worden op het moment dat er een stilte viel. Dus het stilte gaf eigenlijk een signaal, hey, dit is iets wat ik hier niet kan zeggen. En maakte daarmee ook duidelijk dat andere mannen deze mening niet deelden. En de eerste vragen gingen over die mensen in het gesprek. Delen die mannen in het gesprek deze mening? Maar het effect ging verder. Het effect, we zagen ook een effect op mannelijke studenten in het algemeen. Dus mensen dachten na het zien van één zo'n gesprekje dat mannelijke studenten in het algemeen meer seksistisch waren. Dus dat geeft aan dat die invloed van mediagesprekjes ontzettend groot kan zijn. Wat willen we nou met het onderzoek laten zien? Aan de ene kant geeft het aan dat je je bewust kunt zijn van het effect dat een simpele reactie kan hebben op het op het verspreiden van seksistische normen. Dus op het moment dat jij denkt, ik laat het gesprek gewoon gezellig doorgaan, omdat ik de confrontatie niet aan wil gaan, of ik begin me gauw ergens anders over, kan dat communiceren dat je daadwerkelijk dat dit eigenlijk normatief is en dat het iets is wat we kunnen zeggen. Aan de andere kant, kan iemand doorklikken? Ja. Volgende. Aan de andere kant laat het ook zien dat stilte een hele eenvoudige tool is. En dat we die ook in kunnen zetten op het moment dat we het ergens niet mee eens zijn. Maar dat we het ergens niet mee eens zijn, maar misschien niet de argumenten paraat hebben om daartegen in te gaan. We kunnen het stil blijven of we kunnen het even ongemakkelijk laten worden en daarmee dus verspreiding van seksisme tegengaan. Ik wil mijn collega's bedanken die meegewerkt hebben aan dit onderzoek. Ja, gaaf. Eigenlijk, terwijl je dit presenteerde, dacht ik, deze tool gebruik ik heel vaak. Bij de Keuringsdienst van Waarde doen we dat ook zo. Als iemand iets heel outrageous zegt, dan laat je gewoon stilte vallen. Of je herhaalt het even en dan kijk je nog eens een keer. Maar ik moest daar heel erg aan wennen in het begin, want je zwemt dan door een pool van sociaal ongemak. Het is echt afschuwelijk om te doen, die stilte laten vallen. Het is best moeilijk. Ja, we hebben ook acteurs die dan getraind, zoals die jongens in dat filmpje, getraind om dit daadwerkelijk te laten, die stilte te laten vallen. En dat was heel moeilijk. Dus die moesten echt tellen in hun hoofd van 1, 2, 3, 4. Omdat ze daar gewoon niet tegen konden. In je hoofd, in hun hoofd was het veel eerder. Ja. Nou, dat is wel heel goed om te weten dat eventjes door dat ongemakkelijke moment heen echt de wereld een klein beetje kan veranderen. Want het geldt niet alleen voor seksisme, ook voor racisme, over eigenlijk alle ongepaste. We hebben het nu met seksisme getest, maar in principe zou het ook voor andere dingen kunnen gelden. Heel interessant. Dankjewel, Namkje. En je bent ook via de chat bereikbaar om vragen te beantwoorden van kijkers. Dankjewel. De volgende spreker. En we denken, als we het hebben over pesten, dat dat iets is wat gebeurt op scholen, onder kinderen. Maar volwassenen maken zich daar natuurlijk ook zeker schuldig aan. En we gaan het in de volgende presentatie hebben over cyberpesten. Ivanna Franjes werkt aan de Universiteit van Tilburg en presenteerde haar onderzoek internationaal, maar nu toch voor een select gezelschap hier online voor de Social Animal. Ivanna Franjes. Dankjewel. Cyberpesten. Het betreft een online gedrag dat
langdurig en herhaaldelijk plaatsvindt en waar het slachtoffer zich heel vaak niet zo goed tegen kan verdedigen. Het is een gedrag dat ernstige gevolgen kan hebben en het betreft gedragingen zoals iemand beledigen of bedreigen online. Het kan ook soms gaan over gênante foto's of video's van iemand verspreiden. En in sommige gevallen kan het zelfs gaan tot het stelen van iemand zijn online identiteit. We weten uit voorgaand onderzoek dat cyberpesten zware gevolgen kan hebben voor slachtoffers die ermee te maken krijgen. Gecyberpeste individuen hebben te maken met meer angstigheid, depressie, neerslachtigheid en zelftwijfel en kampen soms zelfs met zelfmoordgedachten. En dit zijn maar enkele voorbeelden. Heel vaak wordt cyberpesten gezien als een jongerenprobleem. Er zijn in het verleden veel prominente figuren geweest die campagnes hebben gevoerd om jongeren cyberpesten te bestrijden. Toch weten we uit anekdotisch bewijs en voorgaand wetenschappelijk onderzoek dat cyberpesten soms ook volwassenen treft. Tot op heden wisten we helaas niet zoveel over dit gedrag bij volwassenen. En dit is waar ik met mijn onderzoek een verandering in wou brengen. Samen met mijn collega Dr. Sarah Reigers hebben we enkele studies opgezet om cyberpestervaringen bij zowel volwassenen als bij jongeren in kaart te brengen. We hebben over verschillende studies heen meer dan 1000 jongeren en werkende volwassenen in Vlaanderen bevraagd over hun ervaringen met cyberpesten. Ik ga in de komende slides enkele interessante bevindingen hiervan toelichten. En ik ga specifiek focussen op enkele interessante gelijkenissen die we hebben gevonden tussen hun ervaringen. Een eerste vaststelling is dat jongeren iets meer met negatief online gedrag te maken krijgen. Als we echter kijken naar echte cyberslachtoffers, dus mensen die echt gepest worden online, dan zien we dat die percentages ongeveer gelijk liggen bij volwassenen en jongeren. Verder hebben we ook gezien dat zowel bij jongeren als volwassenen mensen die ervaringen van cyberpesten hadden, ook aangaven dat ze veel stressvolle gebeurtenissen meemaakten. Dus het ervaren van stress op het ene moment leidde tot het slachtoffer worden van cyberpesten in een later moment. Maar natuurlijk, die stressvolle ervaringen hebben een andere invulling bij de twee groepen. Bij volwassenen zien we dat ze vaak kampen met heel veel werkstress. En dat zijn dingen zoals werken onder heel veel werkdruk. Ze kunnen heel veel conflicterende verwachtingen ervaren of onduidelijke taken hebben. En soms hebben ze ook onzekere tewerkstelling. En dit zorgt voor meer cyberpesten bij hun. Bij jongeren zagen we iets gelijkaardigs. Jongeren die veel problemen hadden thuis of op school, maakten ook veel meer cyberpesterijen mee. Ik heb het dan over dingen zoals bijvoorbeeld heel veel conflicten thuis met ouders ervaren, ruzies met vrienden ervaren en in sommige gevallen problemen op school hebben. We zagen ook dat deze relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en het ervaren van cyberpesten verklaard werd door negatieve emoties zoals angst en verdriet. Dus gestressvolle individuen ervaarden vervolgens meer negatieve emoties en deze emoties maakten dat ze meer slachtoffer werden van cyberpesten. Deze relatie werd verder versterkt wanneer mensen niet goed om konden gaan met hun emoties. Dus wanneer mensen meer de neiging hadden om hun emoties te onderdrukken, door bijvoorbeeld te doen alsof ze gelukkig zijn, wanneer ze dat eigenlijk niet zijn, dan maakten ze meer cyberpesten mee. Maar waarom? Wel, mensen die heel veel stress en negatieve emoties ervaren, hebben vaak minder energie om in andere dingen te steken. Ze kunnen daardoor ofwel irritaties bij anderen opwekken of als een makkelijk slachtoffer voor pesten aanzien worden. Dit wordt weer erger door het onderdrukken, omdat dit ook extra energie vraagt van mensen. Maar hoe zit het nu met de daders van cyberpesten? Wel, daders bevragen is wel iets moeilijker, omdat mensen nu eenmaal niet graag toegeven dat ze zelf negatief gedrag online stellen. En toch hebben we in 1 studie bij volwassenen en 1 studie bij jongeren ook enkele ervaringen van daders in kaart kunnen brengen. Ook hier zagen we een link tussen stressvolle gebeurtenissen en het stellen van cyberpesten. We zagen bijvoorbeeld dat werkende mensen na een heel stressvolle werkdag vaker thuiskwamen en negatief online gedrag gingen stellen.
Bij jongeren zagen we daarentegen dat er een link was tussen hun slaapkwaliteit en cyberpesten. Jongeren die vaker slechter sliepen, waren ook agressiever online. En bij beide groepen werd deze relatie verklaard door de emotie woede. Dus woede en frustraties leiden mensen ertoe om hun negatieve gedragingen tegenover anderen te stellen online. Dus samen kunnen we zien dat zowel bij cyberslachtoffers als cyberdaders zien we dat stress een belangrijke rol speelt. Alleen gaan deze mensen duidelijk verschillend om met hun stress. Waar daders na stress veel meer woede en frustraties ervaren, en dat zijn emoties die tot actie aanzetten, ervaren slachtoffers meer angst en verdriet en dat zijn emoties die hen doen terugtrekken. Waarom zijn emoties zo belangrijk online? Wel, voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat mensen minder geremd zijn om hun emoties online te tonen en dat ze ook vaker impulsief gaan reageren online, omdat ze zich meer onzichtbaar voelen achter de elektronische muur. En ongelukkig neveneffect hiervan is meer online agressie. En we zien daarom ook vaak op YouTube of op Twitter of de nieuwscomments secties dat mensen heel vaak meer hun ongefilterde mening durven uiten, wat soms tot cyberpesten kan leiden. Gezamenlijk tonen deze studies dus aan dat hoe dat mensen omgaan met hun stress en emoties belangrijke implicaties kan hebben voor hun ervaringen van cyberpesten. Of je nu jong of oud bent, op school zit of te werk gesteld bent en of je nu met technologie opgegroeid bent of niet. Dus cyberpesten blijkt niet alleen een jongerenprobleem te zijn. Bedankt voor jullie aandacht en ik wil ook heel graag mijn collega's bedanken die aan dit project hebben meegewerkt. Sarah Reijgers, Hans de Witte, Elfie Bayen en Harry van den Bos. Dankjewel. Yvonne Franjes, ja, ik had aan het begin gezegd dat je bij de Universiteit Tilburg werkt, maar dat is dus eigenlijk niet zo. Wel, dat klopt nu wel. Maar hiervoor werkte ik in België aan de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. En hier is ook heel veel basis gelegd voor mijn onderzoek. Ja, en ben je nu ook nog steeds bezig met het pesten te onderzoeken? Ik heb mijn interesses een beetje verbreed. Dus ik kijk nu naar heel veel algemeen negatief gedrag. Ook inclusief seksuele intimidatie op de werkvloer en algemene agressie. Maar cyberpesten blijft iets dat ik wel zelf heel interessant vind om te onderzoeken. Ja. Dus dan was het voor de vorige presentatie ook interessant over het doorbreken van die flow. Ja, zeker. Ja. Dat past helemaal binnen dingen dat ik ook zelf heel interessant vind. Ja. Ja. Nou, mooi dat het zo in het verlengde zit. Jij bent ook bereikbaar om vragen van kijkers te beantwoorden. Dus stel je vraag vooral aan Yvonne. Je zit er helemaal klaar voor en doe een beetje aardig natuurlijk dan. Hè? Dankjewel. Ja, Yvonne Franjes. Ik ga morgen Forum voor Democratie stemmen. Ja, daar trap je natuurlijk niet in, denk ik, lijkt mij. Maar heel veel mensen vinden het moeilijk om leugens te detecteren. Daar zijn we helemaal niet zo goed in. Want in principe, als ik iets zeg, ga jij ervan uit dat dat waar is. Nou, om toch die leugens te kunnen ontdekken, is er heel interessant onderzoek geweest. En dat is ook door ongelooflijk veel mensen al opgezocht. Het is een heel populair onderzoek waar we nu over gaan horen. Marielle Stel aan de Universiteit Twente heeft het onderzocht. Non-verbale communicatie en misleidingsdetectie. Hoe jij beter kunt worden in het ontdekken van leugens. Nou, Marielle, kom er maar in. Betere leugendetector wordt. En het onderzoek heb ik samen gedaan met Erik van Dijk en ook Florian heeft meegedaan aan deze presentatie. Mijn eerste vraag aan jullie is, hoe vaak denken jullie dat mensen liegen? Je kunt dit ook even in de chat intypen als je daar zin in hebt. Als je lekker lui op de bank ligt, dan zou ik vooral blijven liggen. Maar onderzoek laat zien dat mensen gemiddeld 1 keer in een 10 minuten interactie liegen. Nou, wellicht heb je vandaag een aantal Zoom-meetings gehad, team-meetings of wellicht wat live gesprekken. Ga maar naar wie de leugenaar was. Of misschien was je het zelf. Nou, de grote vraag is natuurlijk, waarom liegen mensen nou? Nou, de grootste reden is dat mensen liegen om zichzelf een beetje beter te doen laten lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Een andere reden is dat ze ook soms liegen om iemand anders beter te doen laten voelen of niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, hè, je coronahaar ziet er nog best wel oké uit. Als je kijkt naar wie mensen liegen, dan is het vaak tegenover vreemden en minder tegenover bekenden.
In heel veel situaties is het natuurlijk belangrijk om een goede leugendetector te zijn. Bijvoorbeeld om na te gaan of iemand een misdaad heeft gepleegd. Of iemand daadwerkelijk de skills heeft die hij of zij zegt dat hij heeft voor de baan. Nu ben ik benieuwd hoe goed jullie zijn in het detecteren van leugens. Dus ik ga jullie een korte video laten zien waarin de persoon 100 euro wel of niet heeft gestolen. Dus mijn vraag aan jullie is, liegt deze persoon of vertelt deze persoon de waarheid? Laten we eens gaan kijken. Heb je het geld gestolen? Nee. Waarom zou ik je moeten geloven? Omdat ik geen geld steel. Dus ik ben een eerlijke mens. En ik weet dat dit niet juist was om dit te doen. Dus daarom heb ik het niet gedaan. Oké. Wauw, is dit de waarheid of is dit een leugen? Je kunt ook weer in de chat je reacties gooien als je dat wil. En ook belangrijk om na te denken waarom je dat denkt. Het goede antwoord is dat deze persoon de waarheid vertelt. En als je dit nu niet goed hebt, don't worry, de meeste mensen zijn niet goed in het detecteren van liegen. Dus wanneer de meeste leugens worden überhaupt niet ontdekt en wanneer je direct vraagt, denk je dat deze persoon liegt, zijn mensen 54% accuraat, dus iets beter dan kansniveau. Nou, politiemensen zijn ook niet beter in het detecteren van leugens, maar gelukkig hebben ze natuurlijk allemaal extra middelen en verhoortechnieken om dat wel te verbeteren. Nou, wat zijn nu de redenen waarom mensen slecht zijn in het detecteren van liegen? De eerste reden is dat mensen heel goed van vertrouwen zijn. En dat is heel erg fijn natuurlijk, maar zo haal je niet de leugenaars eruit. Dus mensen geloven gewoon eigenlijk bijna altijd wat je zegt. Een tweede reden is dat mensen niet goed weten hoe leugenaars zich nu daadwerkelijk gedragen. Dus misschien heb je hier ook ideeën over, maar de meeste mensen denken dat leugenaars wegkijken, veel lachen, zenuwachtig veel bewegen en ook veel knipperen met de ogen. Maar deze gedragingen zijn helemaal niet gerelateerd aan leugengedragingen. Leugenaars bewegen minder dan mensen die de waarheid vertellen. Wanneer mensen liegen over hun emoties, zijn de emotionele expressies ook intenser wanneer mensen de waarheid vertellen. En wanneer je bijvoorbeeld liegt over dat je heel erg blij bent, dan zie je een asymmetrische glimlach. En vaak zie je hier dan nog de negatieve emoties geactiveerd in het gezicht. Dus mensen zijn door die redenen niet goed in het liegen. Maar wanneer je het wantrouwen nou verhoogt of wanneer je mensen traint in het detecteren van die cues, dan worden mensen ook niet beter. Dus wij wilden in ons onderzoek naar iets anders gaan kijken. Wij vroegen ons af of het nou uitmaakt welke vraag je jezelf stelt. Je kunt direct vragen, denk je dat deze persoon liegt of de waarheid vertelt? Maar je kunt je ook afvragen, welke emoties denk ik nu dat deze persoon ervaart? En wij hebben onze deelnemers 12 videofragmenten voorgelegd van mensen die of heel erg blij waren, een blij verhaal vertelden met blije gezichtsuitdrukkingen, of een negatief verhaal met negatieve gezichtsuitdrukkingen. En de helft van die filmpjes vertelde mensen de waarheid over het voelen van deze emoties. En de andere helft logen ze hierover. En wij wilden weten hoe goed zijn mensen nu in het detecteren van deze positieve en negatieve emoties wanneer ze waar of wanneer ze niet waar zijn. Nou, na elke video hebben we de deelnemers vragen voorgelegd. Wij hebben ze als allereerste de directe vraag gesteld. Denk je dat de persoon liegt of de waarheid vertelt? En als tweede hebben we ze gevraagd welke emoties denk je nou dat deze persoon ervaart? Dus in hoeverre ervaren ze boosheid, verdriet of blijdschap of enthousiasme? En wanneer je naar de resultaten kijkt, dan zie je dat wanneer je kijkt naar die directe maat, dus de vraag, denk je dat deze persoon liegt of niet, dat mensen niet goed zijn in het detecteren van een leugen. Zowel niet voor de positieve emotie, als ook niet voor de negatieve emotie. Wanneer je de vraag stelt, welke emotie denk je dat deze persoon nu daadwerkelijk ervaart, dan opeens zijn mensen wel goed in het detecteren van liegen. Maar alleen wanneer die expressies negatief zijn. Dus dat betekent wanneer iemand een negatieve expressie heeft, dat je wel kunt zeggen van hey, deze is echt of deze is niet echt. Maar wanneer iemand naar je lacht, dan ben je meteen verkocht en dan zien mensen het verschil niet meer. Terwijl daar wel hele duidelijke cues zijn. Nou, hoe komt dat nu dat mensen dat verschil dan wel zien bij negatieve emoties, maar niet bij positieve emoties? Dat komt omdat leugenaars ook meer fouten maken wanneer ze over negatieve emoties praten. Dus je ziet gewoon meer fouten in het gezicht, meer inconsistenties. En dat is dus niet zo bij positieve emoties.
Nou, waarom vinden we dat verschil nu op de vraag van de emoties en niet op de directe vraag, denk je dat deze persoon liegt of niet? Dat komt omdat wanneer je direct vraagt, denk je dat deze persoon liegt of de waarheid vertelt, dan gaan mensen weer nadenken over hoe een leugenaar zich gedraagt. En dat weten ze dus niet en daarom gaat het mis. Dus dat betekent, samenvattend, als je nu echt een betere leugendetector wilt worden, wat moet je dan doen? Je moet jezelf niet direct afvragen, denk ik dat deze persoon liegt of de waarheid vertelt, maar het is beter om te kijken welke emoties denk ik dat deze persoon ervaart. Maar als iemand naar je lacht, ja, dan kun je, ben je verloren, dan wordt het helemaal lastig. Maar in ieder geval kun je dat dan voor de negatieve emoties doen. Bedankt voor jullie aandacht. Jeetje, ja, dit was natuurlijk wel interessant. En jij lacht nu naar mij. Ben je ook echt blij? Ja, ik ben echt blij. Ja, oké. Of dat het erop zit, of waarom eigenlijk? Ja, nou, ik vond het zelf ook leuk om te vertellen. En daar word ik altijd heel blij en enthousiast over. Ja, ja heel leuk. Je zei bij negatieve emoties maken de leugenaars meer fouten. Wat bedoel je daarmee? Want je zei echt bij dat lachen kun je dus... Ja. Cues ontdekken met die scheve glimlach en iets in het voorhoofd. Ja, maar wat kun je ontdekken bij negatieve emoties? Ja, bij negatieve emoties merk je dat er niet per se fouten zijn op het gezicht, maar dan kunnen mensen niet zo goed hun gezicht in de plooi houden. Dus als ze zich daadwerkelijk eigenlijk best wel blij voelen, dan ga je toch heel dat snel. Verraad je. Ja, dat verraad je. Dus je kunt, dan kunnen mensen het minder goed volhouden dat ze negatief moeten kijken eigenlijk. Ja. Ja, ja, dat doet me denken aan dat spelletje dat je vroeger dat je dan niet mocht lachen. Ja, dan ga je uiteindelijk toch altijd lachen. Ja, dat is lastig. Ja. Ja. Dankjewel. Hartstikke interessant, Marielle. Dankjewel voor jouw presentatie, Marielle Stel. We gaan door naar de volgende presentatie. Deze dame heeft behoorlijk veel tijd doorgebracht in de gevangenis. Maar dat was dan voor onderzoek. Ze werkte bij de VU en de Universiteit Twente. En haar presentatie gaat over virtual reality. Hoe je dat in kan zetten om te ontdekken hoe het brein van een inbreker in elkaar zit. Nou, dat lijkt me een hele interessante ontdekkingsreis dan eigenlijk. Iris van Sint Maartensdijk. En daar mag voor geklapt worden. Het begrijpen van inbrekers is van belang om ze tegen te kunnen houden. De methoden die we tot nu toe tot onze beschikking hebben, hebben belangrijke beperkingen. We weten niet goed waarom inbrekers inbreken en we vertrouwen te veel op het uitvragen van hun geheugen. We hebben een methode nodig die deze beperkingen zo min mogelijk heeft. En uiteraard is virtual reality die methode. Met virtual reality creëer je een 3D computergesimuleerde wereld waarin een gebruiker volledig wordt opgenomen. Je kan dus virtuele wijken maken, inbrekers hierin stoppen en kijken hoe ze scouten voor een woninginbraak en hun gedrag observeren. Daarnaast kunnen we ze heel veel vragen stellen en precies blootstellen aan wat wij willen. Wij wilden ze blootstellen aan guardianship, de fysieke of symbolische aanwezigheid van één of meerdere mensen die mogelijk een inbraak kunnen voorkomen. Is heel erg belangrijk om inbrekers tegen te houden, maar nog nooit experimenteel onderzocht. Het verschil tussen fysiek en symbolisch is ook vaak niet goed duidelijk. Bij fysiek guardianship heb je 3 stadia. Je bent ofwel als guardian, als buurtbewoner aanwezig, maar je let niet op. Je bent aanwezig en je let op. Of je bent aanwezig en je spreekt een mogelijke inbreker aan. Wij wilden weten, is het genoeg om er te zijn? Of moet je daadwerkelijk iets doen om een inbreker af te schrikken? Bij symbolisch guardianship is er sprake dat een inbreker voelt dat hij in de gaten gehouden wordt zonder dat hij iemand ziet. In Nederland zijn WhatsApp-borden heel erg populair om ze in de wijk te plaatsen en inbrekers af te schrikken. Maar letten inbrekers hier eigenlijk op? En is een bord waarbij de politie een inbreker in de gaten houdt misschien net zo effectief? Ja, en wat doe je dan? Je gaat naar de gevangenis. We hebben 181 inbrekers van 4 gevangenissen en 172 studenten van 2 universiteiten gevraagd om 2 virtuele wijken rond te lopen waarin fysiek of symbolisch guardianship werd gemanipuleerd. En we stelden ze uiteraard heel veel vragen, onder andere over hun inbraakexpertise. Hier zie je die virtuele wijken. In de linkerwijk werden ze blootgesteld aan fysiek guardianship. Er kwam een guardian zijn huis uit, maar die lette niet op. Hij lette wel op, of hij sprak hen aan, of er was helemaal geen guardian aanwezig. Aan de rechterkant werden ze blootgesteld aan symbolisch guardianship. Een WhatsApp-bord, een politiebord, beide borden of helemaal geen borden. Nou zijn we in het brein van een echte inbreker. En dit is de fysieke guardianship wijk. En de inbrekers en studenten moesten scouten alsof ze een woninginbraak gingen plegen.
zonder verdere instructie of tijdslimiet. En hier zien we een guardian uit zijn huis komen. En deze inbreker besluit van, oh, ik loop even door, ik heb het wel gezien, maar na een tijdje zit het hem toch niet lekker. En besluit hij om te draaien, om te kijken wat die man nou precies aan het doen is. Volgens mij moeten we naar de volgende slide. Want de timer staat er niet op. We zien dat fysiek guardianship inderdaad van belang is. Wanneer er een guardian aanwezig is, wordt de waargenomen pakkans als hoger gezien. Maar het maakt niet uit wat die guardian doet, of die onoplettend, oplettend of aansprekend is. Dat je bent, is blijkbaar belangrijker dan wat je precies doet in zo'n wijk. We vinden dit patroon vele malen terug, onder andere in de aantrekkelijkheid van de wijk. Die neemt af als er een guardian aanwezig is, maar het maakt wederom niet uit of die guardian onoplettend, oplettend of aansprekend is. We vinden ook dit patroon bij studenten en inbrekers. De expertise van de inbreker maakt dus niet uit of fysiek guardianship wel of niet afschrikt. En nou zijn we weer in het brein van een inbreker in de symbolisch guardianship wijk. En we zien die borden en die konden ze op 4 punten in de wijk tegenkomen, zodat we er zeker van waren dat ze ze daadwerkelijk gezien hadden. Wederom scouten zonder verdere instructie of een tijdslimiet. Maar in deze wijk mochten ze nog een keertje rondlopen, zodat we konden weten welk huis ze hadden gekozen als ze echt hadden mogen inbreken. Als er WhatsApp-borden zijn, zien we dat inbrekers en studenten het gevoel hebben dat de buurt sneller gaat ingrijpen. Maar het schrikt ze niet af. Ze gaan de wijk niet verder vermijden. Dus dat is precies niet wat die borden moeten bereiken. We willen dat ze afschrikken. Wat we wel vinden is dat bij inbrekers, als er een WhatsApp-bord in een buurt aanwezig is, ze een huis kiezen wat dichter bij een uitgang staat. Ze voelen dus niet dat ze in de gaten gehouden worden, maar toch kiezen ze een huis met een snellere ontsnappingsmogelijkheid. Ze passen hun gedrag dus aan. En dit aanpassen van gedrag zien we eigenlijk ook wanneer er politieborden aanwezig zijn. Inbrekers en studenten leggen een kortere afstand in de wijk af en ze brengen ook minder tijd in door. Dus ze voelen niet dat ze in de gaten gehouden worden. Ze gaan niet weg, maar toch nemen ze het zekere voor het onzekere als er wel iemand aan zou komen. We vinden ook, niet heel verrassend, dat inbrekers en studenten echt van elkaar verschillen. Inbrekers leggen een kortere afstand in de wijk af en ze brengen er korter de wijk door dan studenten. En dit breidt ons werk uit waarin we aantonen dat inbrekers in een virtuele wijk, die goed kunnen bestuderen, net als we in een virtueel huis hun expertise kunnen zien. Nou, wat betekenen deze resultaten nou eigenlijk? Dat je er bent is belangrijker in je wijk dan wat je doet om een inbreker af te schrikken. We zullen dus wijken moeten gaan inrichten, zodat er meer buurtbewoners overdag aanwezig zijn. Ja, het vraagstuk wat in de huidige pandemie niet de hoogste prioriteit heeft, zou ik zeggen. We vinden ook dat als er borden geplaatst worden, inbrekers niet het gevoel hebben dat er mensen zijn en dat ze in de gaten gehouden worden. Ze geloven het boodschap op de bord eigenlijk niet. Dus we zullen die borden alleen maar moeten gaan plaatsen als de boodschap waar is. De buurt of de politie let extra op mogelijke inbrekers. We vinden ook dat inbrekers echt anders zijn. Inbreken is een vak en ze zijn dysfunctionele experts. Als psychologen betekent het dat als we inbraak willen onderzoeken via experimenten, dat we dus niet alleen de psychologiestudenten moeten onderzoeken, maar juist de gevangenis in om met die inbrekers te gaan praten. En we hebben nu kunnen laten zien dat met guardianship dat het heel goed te manipuleren is en dat we de theorie kunnen uitbreiden en bevestigen. We hebben een relatie kunnen leggen tussen guardianship en inbraakbereidheid. Dus hopelijk hebben we ook de basis gelegd voor meer experimenteel onderzoek met inbrekers en hopelijk ook het creëren van nieuwe preventiemaatregelen. Maar zonder virtual reality was dit ons nooit gelukt. We hebben bijna een kijkje kunnen nemen in het brein van een inbreker. En we denken dat met de huidige technologische ontwikkelingen die nog voor ons staan in de komende jaren, zoals binnen VR de eye tracking en het echt bewegen in een wijk, we alleen nog maar meer te weten kunnen komen over deze bijzondere inbrekers. Dank jullie wel. Dankjewel, Iris. Jeetje, en wat vonden ze ervan om mee te doen aan het onderzoek? Waren ze er allemaal voor te porren?
Ze vonden het heel erg leuk om mee te doen. Heel veel zeiden ook, als ze in die wijk waren, het is net alsof ik er buiten ben. Och. Dat was ook heel leuk en heel zielig tegelijkertijd. Ja, inderdaad. En dacht je dat ze ook dan met die opgedane expertise vanuit jouw onderzoek natuurlijk ook wel weer lekkerder hun entree weer kunnen maken in hun werkveld? Ja, dat zou kunnen. Maar ja, dat was voor corona. Dus ik denk dat we toch allemaal de cybercrime in gaan moeten. Daar kunnen we lekker thuis crimineel zijn. Nou, dat is ook nog wel een tip. Hè? Dankjewel. Heel interessant. En ook jij bent beschikbaar om vragen aan te stellen. Dankjewel voor jouw presentatie, Iris. Ja. Lisa Ansems, kom er anders even bij. Je werkt, het onderzoek was van de Universiteit Utrecht, maar je werkt nu in Leiden. Ik ga dan hier staan. Ik heb net de film Chicago 7, The Trial of the Chicago 7 gekeken. Heb jij die gezien al? Nee. Nou, als je een onrechtvaardige rechtszaak wil zien, dan moet je dat even kijken. Het slaat stijl achterover. Jij gaat vertellen hoe belangrijk het is dat een rechtsgang eerlijk verloopt, ook voor de verdachte zelf. Precies. Aan jou is het woord. Dankjewel. Yes, ja, dat is een goed idee. Goedenavond. Ik wil vanavond graag een deel van mijn promotieonderzoek presenteren. Dat ik uitvoerde onder begeleiding van Kees van den Bos en Helene Mak. En dat ik onlangs afronde. En in dit onderzoek hebben we de rechtvaardigheidsbeleving onderzocht van verdachten in strafzaken. Door daarover met 100 verdachten te spreken. Nou, graag introduceer ik het onderwerp met behulp van een fictieve casus. Aansluiten bij de juridische context van het onderzoek. Dit is Joost. Joost wordt verdacht van een winkeldiefstal en moet daarvoor verschijnen bij de politierechter. En politierechters behandelen in Nederland relatief eenvoudige en de wat minder ernstige strafzaken. Nou, Joost gaat de rechtbank binnen en in de zittingszaal zitten tegenover hem een rechter, een officier van justitie en een griffier. Een officier van justitie vertelt waarvan Joost wordt beschuldigd. Joost mag daarop reageren en die beantwoordt ook vragen van de rechter. Nou, daarna krijgen de officier van justitie en Joost allebei nog een keer het woord. En de zitting duurt ongeveer een half uur. Dan doet de rechter uitspraak en die geeft aan dat hij Joost schuldig acht aan de winkeldiefstal en veroordeelt tot een geldboete van €200. Nou, een van de vragen die in ons onderzoek centraal stonden was, gaat het mensen zoals Joost nou alleen of bijna alleen om de uitkomst van de zaak, of gaat het ook om de rechtvaardigheid van de procedure? We onderzochten dus ervaren procedurele rechtvaardigheid onder verdachten in strafzaken. Dat wil zeggen de mate waarin zij zich eerlijk en rechtvaardig behandeld voelden tijdens hun zittingen. En eerder onderzoek suggereert dat dat allerlei positieve effecten kan hebben. Zodat mensen bijvoorbeeld tevredener zijn met de uitkomst en meer vertrouwen hebben in het recht. En samen worden die positieve effecten van ervaren procedurele rechtvaardigheid wel het fair process effect genoemd. Wat wij in ons onderzoek hebben gedaan is het belang van ervaren procedurele rechtvaardigheid aan een kritische toets onderworpen. Door te kijken of verdachten in kwalitatieve interviews zelf met aspecten van procedurele rechtvaardigheid kwamen. En zo ja, welke aspecten dan? En in dat opzicht verschilt ons onderzoek van eerder onderzoek naar dit onderwerp, omdat daarin vaak mensen worden bevraagd op bepaalde aspecten van procedures. Dus dat onderzoek is meer top-down. En wij hebben een bottom-up approach gehanteerd door dus te kijken met welke aspecten mensen zelf kwamen. Dat hebben we gedaan door kwalitatieve interviews te houden met 100 verdachten in politierechterzaken. Dus dat hield in dat we verdachten op de rechtbank vroegen of ze ons na de zitting iets wilden vertellen over hoe ze de zitting hadden ervaren. De interviews begonnen steeds met de vraag, kunt u me vertellen of u vindt dat u net tijdens de zitting eerlijk en rechtvaardig bent behandeld? Nou, mensen antwoorden dan ja of nee of een beetje bijvoorbeeld. En wij konden vervolgens doorvragen waarom ze zich wel of niet rechtvaardig behandeld voelden. Dus als mensen bijvoorbeeld aangaven dat ze de rechter onpartijdig vonden overkomen, konden we vragen waarom ze dat vonden. En op die manier kregen we diepgaand inzicht in hun rechtvaardigheidsbeleving. Vervolgens hebben we de interviews geanalyseerd door ze te coderen. Dat wil zeggen dat je codes of labels eigenlijk, bijvoorbeeld de code onpartijdigheid, plakt op relevante tekstfragmenten uit de interviews. En ook die codes die haalden we uit de interviews zelf, dus die hadden we niet vooraf opgesteld. Nou, wat bleek? 76 respondenten noemden op enig moment tijdens het interview uit zichzelf aspecten van ervaren procedurele rechtvaardigheid. 24 respondenten noemden het in eerste instantie niet en spraken bijvoorbeeld alleen over de uitkomst van hun zaak. En in die gevallen vroegen we bijvoorbeeld,
hoe eerlijk of rechtvaardig men zich behandeld voelde tot de rechter uitspraak deed. Nou, na dat soort vervolgvragen noemden nog eens 21 respondenten aspecten van ervaren procedurele rechtvaardigheid en bleven er dus 3 over die het ook dan niet noemden. En dat geeft volgens ons aan dat ervaren procedurele rechtvaardigheid er dus voor veel verdachten toe doet en dat het er niet alleen gaat om de uitkomst van een zaak. Nou, wat voor aspecten van procedurele rechtvaardigheid noemden mensen dan? Wat het vaakst genoemd werd was de informatie die ten grondslag ligt aan beslissingen van rechters en officieren van justitie. Bijvoorbeeld of er rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dat werd door 56 respondenten genoemd. Dus iets meer dan de helft van de geïnterviewden. Wat ook veel genoemd werd, namelijk door 43 respondenten, was de bejegening op de zitting. Dus de manier waarop de rechter en de officier van justitie met de verdachte omgingen. En daarbij ging het er met name om of zij vriendelijk, meelevend waren en of ze niet te streng en aanvallend deden. Nou, en iets anders wat veel genoemd werd, was wat in de literatuur wel wordt aangeduid als due consideration. En daarbij gaat het om de perceptie dat je dat er echt aandachtig naar jouw kant van het verhaal is geluisterd. En het ging bijvoorbeeld daarbij ook om het bespreken van de argumenten van de advocaat door de rechter. Of het samenvatten van het verhaal van de verdachte. Het werd genoemd door 41 respondenten. 39 respondenten noemden neutraliteit. En daarbij ging het met name om onbevooroordeeldheid en ook het wegen van twee kanten. En neutraliteit bleek eigenlijk een centrale rol in het onderzoek in te nemen. Doordat veel andere aspecten van procedurele rechtvaardigheid die mensen noemden, dat ze die belangrijk bleken te vinden omdat die leidden tot de perceptie van neutraliteit. 32 respondenten noemden wat in de literatuur wordt aangeduid als voice. Dus de perceptie dat jij echt jouw kant van het verhaal hebt kunnen vertellen. En daarbij vonden mensen het ook belangrijk dat ze uit mochten praten zonder onderbroken te worden. En dat ze als verdachte het laatste woord kregen. Nou, een laatste aspect van ervaren procedurele rechtvaardigheid dat relatief veel verdachten noemden, namelijk 25 respondenten, was zorgvuldigheid. En daarbij ging het er onder andere om of er de tijd werd genomen tijdens een zitting. En ook of de rechter en de officier van justitie de zaak goed hadden voorbereid, bijvoorbeeld door het dossier dus goed te lezen. Nou, wat betekent dit nou? Een belangrijke implicatie van het onderzoek is, denken wij, dat ervaren procedurele rechtvaardigheid er dus toe doet voor veel verdachten. Dat het niet alleen om de uitkomst gaat. En het onderzoek biedt bijvoorbeeld aan rechters ook handvatten om die ervaring van procedurele rechtvaardigheid te vergroten onder verdachten. Als we bijvoorbeeld terugkeren naar casus Joost, dan is het zo dat als de rechter neutraal en vriendelijk overkomt bijvoorbeeld en laat zien dat hij echt rekening houdt met relevante informatie, ja, dat de kans groter is dat Joost zich procedureel rechtvaardig behandeld voelt en daardoor bijvoorbeeld ook meer vertrouwen heeft in het recht. Dankjewel. Heel Lisa Ansums, dankjewel. Wat ik me nog afvroeg, want je spreekt de verdachte dan nadat de uitspraak ook al gedaan is? En heb je daar dan toch, kijk, als je dan net een goede uitspraak hebt gekregen, dan ben je misschien ook positiever over de rechter. Heb je dat op de een of andere manier kunnen meewegen? Ja, dat is een goede vraag die je stelt. Klopt, ik sprak verdachten na de zitting. En bij dit soort politierechterzaken hebben mensen dan inderdaad bijna altijd eigenlijk al een uitspraak. Soms wil de rechter er net nog wat langer over nadenken of gaan ze een andere keer verder met de behandeling. Maar de meesten hadden een uitspraak. En het is natuurlijk een logische gedachte dat mensen blijer zijn met de procedure als die uitspraak een beetje gunstig is. Ja. Dat is iets wat ik niet helemaal uit kan sluiten, dus dat zou zo kunnen zijn. Maar ik heb wel iets gedaan om dat te proberen te verminderen, namelijk door mensen zoveel mogelijk al voorafgaand aan de zitting te vragen of ze na de zitting mee wilden doen. En dan waren er toch heel veel mensen die zeiden, ja, ik ben een man van mijn woord. Het zijn vaak mannen natuurlijk die op de rechtbankgang aantreft. Mijn hoofd staat er nu niet echt naar, maar ik heb het je beloofd, dus ik doe toch maar mee. Dus op die manier heb je toch ook mensen met een ongunstige uitkomst tussen zitten. Oké, ja, heel slim. Een man, een woord. Zelfs als die misschien iets boefigs heeft gedaan. Nou, dat pleit weer voor ze. Heel erg bedankt voor jouw presentatie. En ook aan jou kunnen natuurlijk vragen gesteld worden online. Maar bedankt voor nu. Ja, zeker. Lisa Ansums.
Tessa Koffing. En hetgene wat zij onderzoekt is iets wat ze zelf ook doet. Het gaat over de psychologie van ervaren beslissers. En zij onderzoekt dus de besluitvorming van toezichthouders. Maar ze is zelf ook toezichthouder, namelijk bij de Autoriteit Financiële Markten. Ik heb daar altijd een heel ander profiel bij voor ogen. En dat zal ook gerust zo zijn. Maar het lijkt mij wel interessant om van haar te horen waarom mensen een beetje overmoedig zijn over hun eigen beslissingen. Vaardigheid. Mensen denken dat ze heel goede beslissingen nemen, maar als ze er iets langer over na zouden denken, dan kunnen de kwaliteit van de besluiten aanzienlijk verbeteren. En daar kunnen wij dan weer tips uit destilleren. En dat is natuurlijk belangrijk voor iedereen die wel eens een beslissing neemt. Nou ja, daar hoef je geen toezichthouder te zijn. Dus ik denk dat het hoe dan ook ontzettend interessant is. Van de Universiteit Utrecht is hier Tessa Koffing. Koffing, sorry. Hi, ik neem jullie mee naar mijn onderzoek naar de psychologie van ervaren beslissers, namelijk die van bestuurders en toezichthouders. Dat doe ik aan de hand van een metafoor over de schoonheid en het gevaar van wintersport. Een activiteit die mijzelf als ervaren skier nauw in het hart ligt. We beginnen met het gevaar. Laten we even terugdenken aan Prins Friso en zijn jeugdvriend Florian. Deze ervaren off-piste skiers kwamen in 2012 terecht onder een lawine. Het besluit van Prins Friso om zonder veiligheidssysteem het lawinegevaar 4 buiten de piste te gaan, zorgde ervoor dat hij dit niet heeft overleefd. Maar hij was niet de enige. Elk jaar overlijden in de Europese wintersportgebieden rond de 65 mensen, omdat zij ondanks lawinegevaar toch op piste gaan. Ergens ervaren in zijn hoeft dus nog niet te betekenen dat je geen verkeerde beslissingen meer neemt. Sterker nog, doordat je meer op je ervaring vertrouwt, let je minder op gevaren in je omgeving. Deze psychologische inzichten pas ik toe op de besluitvorming van bestuurders en toezichthouders. Waarom is dat relevant? Bestuurders van bedrijven nemen impactvolle besluiten over het beleid en de strategie van de organisatie. Zij bepalen hoe er gewerkt wordt, maar ook welke producten en diensten er op de markt komen. Toezichthouders kijken of bestuurders op een verantwoorde manier tot hun besluiten komen. Is het niet het geval, dan moeten ze tijdig interveneren om problemen en maatschappelijke schade te voorkomen. Deze besluiten kunnen erg ingrijpend zijn. Zo kunnen zij zelfs bestuurders uit hun functie zetten. Dat is niet zomaar een besluit. De komende 5 minuten zal ik aan de hand van 3 onderzoeken laten zien dat zelfs ervaren beslissers als bestuurders en toezichthouders overmoedig kunnen zijn. Met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van hun besluiten. Ook geef ik antwoord op de vraag hoe teamleiders de besluitvorming van hun team kunnen verbeteren. Hoe heb ik dat onderzocht? Met een psychologisch instrument heb ik aan bestuurders en toezichthouders gevraagd in hoeverre bepaalde valkuilen bij henzelf en bij anderen voorkomen. Wat bleek? Ze hebben een bias blind spot. Oftewel, bestuurders en toezichthouders denken dat zij minder gebiased zijn dan gemiddeld. Bijvoorbeeld, een ander zou meer geneigd zijn om op basis van 1 indruk onterecht een oordeel te vellen over een situatie als geheel. Door een negatieve indruk van een bestuurder beoordeelt diegene de gehele organisatie ook negatief. Maar onze participanten zouden deze neiging zelf in mindere mate vertonen. Ja. Uit eerder onderzoek blijkt dat je zelf minder gebiased vindt dan gemiddeld, ervoor zorgt dat je de kwaliteit van je oordelen overschat, je andermans perspectieven minder serieus neemt en zelfs de adviezen van anderen negeert. Geldt dat ook voor bestuurders en toezichthouders? In de praktijk vindt besluitvorming vaak plaats in groepen of teams. Dan zijn er meer perspectieven beschikbaar die de besluitvorming kunnen verrijken. Voor een goede besluitvorming ben je dan ook afhankelijk van elkaar. Theoretisch moet groepsbesluitvorming dus leiden tot betere besluiten dan individuele besluitvorming. In een real-life experiment liet ik bestuurders en toezichthouders in groepjes deelnemen aan een besluitvormingstaak. Uit 3 opties moesten zij proberen de objectief beste optie te kiezen. Slechts een 1/5 van de groepjes was daarin succesvol. Dit terwijl ze wel dachten dat zij het objectief beste besluit genomen hadden. Bestuurders en toezichthouders namen een suboptimaal besluit omdat zij zich vasthielden aan hun eerste voorkeur. Groepsdiscussie, waarbij nieuwe informatie aan het licht kwam, zorgde er niet voor dat ze daarvan afweken. Ze bleven dus met elkaar op hetzelfde spoor, terwijl dit niet de beste was. Dat heet group confirmation bias.
populaire beslistools bleken niet te helpen. Bijvoorbeeld de balance sheet, waarbij je de plussen en minnen van verschillende opties afweegt. Of de advocacy procedure, waarbij elk groepslid een andere optie vertegenwoordigt. Wat zou wel kunnen helpen? Ik besloot de rol van leiderschap en teamklimaat te onderzoeken. Teamleiders bepalen voor een belangrijk deel het psychologisch klimaat dat heerst binnen een team. Vlak voor en tijdens de coronacrisis vroeg ik ruim 40 toezichtteams via een vragenlijst hoe zij hun leiderschap en teamklimaat ervoeren. En of dit hen in staat stelde zowel reflectief als besluitvaardig te handelen. Hieruit bleek inderdaad dat toezichtteams vooral reflectief en besluitvaardig handelen, ook tijdens deze crisis, wanneer er sprake is van openheid en vertrouwen in het team. En ook van commitment en verantwoordelijkheid voor de teamdoelen. Een participatief leider die mensen betrekt bij de besluitvorming draagt eraan bij. Participatieve leiders stimuleren teamleden om zich uit te spreken en een ander geluid te laten horen. Ook gebruiken zij de suggesties van teamleden om besluiten te nemen die het team raken, zelfs wanneer zij het daar niet gelijk mee eens zijn. Het gaat er dus om dat zij niet zomaar alleen een besluit nemen, maar anderen echt betrekken. Op die manier kunnen teamleiders een psychologisch klimaat creëren waarin teamleden openlijk hun mening durven te geven en openstaan voor de perspectieven van anderen. En omdat teamleden worden betrokken bij de besluitvoering, voelen zij meer commitment en ook meer verantwoordelijkheid voor het bereiken van hun teamdoelen. Hierdoor worden teams zowel meer reflectief als doortastender in hun optreden. Deze teams zijn kritisch op hun aannames en onderzoeken alternatieven. Tegelijkertijd houden zij vaart in de besluitvorming en nemen zij tijdig een besluit. En dat hebben toezichthouders, maar ook bestuurders, nodig om effectief te zijn. Dus, zelfs zeer ervaren beslissers, zoals bestuurders en toezichthouders, kunnen overmoedig zijn en de kwaliteit van hun besluiten overschatten. Door op een eerste oordeel te vertrouwen, nemen zij suboptimale besluiten zonder dat ze dat doorhebben. Een participatief leider biedt uitkomst door openheid en commitment te creëren. Neem jij binnenkort een belangrijk besluit? Vertrouw dan niet te veel op je eerste indruk. Om dat te voorkomen, betrek je anderen tijdig bij de besluitvorming. Vraag hen expliciet om hun eerlijke mening en neem de tijd om je aannames te toetsen. Stel een deadline, hak de knoop door en dan kan je veilig de piste af. Dankjewel. Dankjewel, Tessa. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zou dus heel veel vragen hebben. Pas je dit ook allemaal toe in jouw rol als toezichthouder? Goede vraag. Ja, ik werk bij een gedrag- en cultuurteam. Daar werken onder andere organisatiepsychologen, maar ook gewoon economen, juristen, antropologen. Dus we hebben inderdaad ook wel eens de besluitvorming als toezichthouder onderzocht bij banken van bijvoorbeeld de verzekeraars en van de besturen bij verzekeraars en banken bijvoorbeeld. Ja. Ja. En is dan niet jouw onderzoek, zit dat dan niet in die blind spot eigenlijk? Want je komt eigenlijk met informatie waarbij je zegt, ja, jullie beslisvaardigheid is niet zo goed als het jullie zelf denken. Kun je daar wel voor openstaan als dat wat jij net zegt allemaal waar is? Bedoel je dat het dan ook moeilijker wordt om te zien of hun besluitvorming wel goed is? Ja, ja, het is niet makkelijk. We zijn er zelf ook nog heel erg mee bezig. Hoe ga je er nou mee om, hè, met die biases, ook als toezichthouder? Dus hoe zie je ook, hè, wat zij zeggen, wat partijen zeggen, of dat waar is? Of dat ze misschien toch een beetje te overmoedig zijn? Dus het gaat twee kanten op, de implicaties hiervan. Heel erg interessant. Dankjewel voor jouw presentatie. En jij bent gelukkig ook beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. En heel erg veel succes in jouw beide rollen, zowel promotieonderzoek als bij de AVM. Ja, dankjewel. Tessa Koeven. Dankjewel. Aukje Nauta breekt een lans voor de schaamte. Want de schaamte, dat vinden wij een ongelooflijk vervelende emotie. Daar willen we natuurlijk het liefst, je wilt het liefst überhaupt het niet voelen. En helemaal niet ervoor uitkomen. Maar je kan schaamte ook omzetten in een kracht. Nou, hoe dat zit, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Aukje Nauta.
Als je, zoals ik, graag een brug wilt slaan tussen wetenschap en praktijk van de sociale psychologie, dan helpt het om het wetenschappelijke persoonlijk te maken en het persoonlijke wetenschappelijk. Dus als je dan een verhaal vertelt over schaamte en schaamteloosheid, ja, dan kom je er niet onderuit om ook iets over je eigen schaamte te vertellen. Goed, daar komt-ie. De slides, die zie ik nog niet in beeld. Nu wel. En dan moet deze het nog doen. Ja. We spreken over 2017. Dat zou een schitterend jaar worden. Dat jaar zou ik 50 worden op 25 juli. Maar ik zou diezelfde maand ook gaan trouwen. En ik had een bijzonder iemand gevraagd om voor mij een trouwritueel te voltrekken. Namelijk Geert Kimpen. Hij is schrijver van De Kabbalist. Dat is een bestseller van een boek. En het boek staat bol van de rituelen. Want Geert is dol op rituelen. Dus ja, toen ik hem ergens in de loop van 2016 had gevraagd om ja, mijn huwelijk te voltrekken, had hij onmiddellijk ja gezegd. Nou, daarna zei ik, er is nog wel een klein probleem qua trouwen, want ik weet nog niet met wie. Maar ja, Geert die durfde al niet meer terug te krabbelen. Dus er ging zelfs mee op zoek. Dus hij stuurde een mail naar een man van wie hij wist dat we elkaar leuk vonden. Maar ja, die man die weigerde. En op zich had die man ook wel een legitieme reden, want hij was al getrouwd. Dus nou, zo begon in de loop van 2017 een zekere paniek toe te slaan. Nou ja, en wat doet een wetenschapper die in paniek is? Nou, die gaat onderzoek doen. Dus ik ging wetenschappelijke artikelen lezen over liefde, vriendschap, intimiteit. Ik ging mijn vrienden interviewen over onze vriendschap. Ik verstuurde alvast een save the date voor een groot feest, hè, dat dan wel. En toen ik die 106 verzamelde e-mailadressen onder elkaar zag staan in Excel, dacht ik, nou, zoveel mensen kan ik eigenlijk net zo goed een enquête versturen. Dus dat deed ik. Nou ja, en wat vraag je dan zoal aan je familie en vrienden? Nou, ik vroeg bijvoorbeeld van welke liefde ze voor me voelden. Want ik had bij de oude Grieken gelezen dat er niet één, maar wel 6 soorten liefdes bestaan. He, zoals philia, dat is vriendschap. Philautia, dat is zelfliefde. Agape, dat is naaste liefde, hè, de liefde die je voor iedereen kunt voelen. Ludus, dat is speelse liefde, zoals je tussen kinderen wel ziet. Pragma, dat is duurzame liefde van langgetrouwde stellen. En tenslotte Eros. Nou, dat hoef ik jullie denk ik niet uit te leggen. Nou, op de dag van het feest, hè, toen die dag aanbrak, kon ik nog steeds geen man laten zien. Maar wel wat anders. Staafdiagrammen. Zoals dat 72% van de mensen liefde, filia voor mij voelde, hè? Dus vriendschap. Nou, die andere liefdes die varieerden zo tussen de 6% en de 30%. En dan waren er ook nog 8 mensen, mannen en vrouwen, die eros voor mij voelden. 10%. Nou, helaas was de enquête anoniem. Ik stelde ook nog vragen over duurzame huwbaarheid. Want u moet namelijk weten, ik doe veel onderzoek naar duurzaam inzetbaarheid. Dat is een belangrijk begrip in de wereld van werkrelaties. En dat betekent zoveel als het vermogen om werk te krijgen en te houden. Nou, ik dacht, er is natuurlijk een parallel met huwelijksrelaties, hè? Het vermogen om een huwelijkspartner te krijgen en te houden. Nou, dus ik vroeg mijn vrienden en familie van hoe zit het met je eigen duurzame huwbaarheid? En zij gaven zichzelf gemiddeld bijna een 8. Nou, en daarna beoordeelden ze mij. Nog geen 6. Nou, ik deed ook nog een regressieanalyse. Dus dat is dat je verbanden berekent tussen een groot aantal factoren en in dit geval mijn duurzame huwbaarheid. En daaruit bleek dat ja, naarmate mensen mij langer kennen, vaker familie van mij zijn en intiemer met mij bevriend zijn, dat ze me vaker op duurzame huwbaarheid een onvoldoende geven. Nou, Geert Kimpen die hield ook nog een vlammend betoog. Hè. Hij kon geen trouwritueel geven, maar wel een praatje. En hij zei, ja, lieve familie en vrienden van Aukje, over een jaar staan we hier weer en dan weet ik zeker, dan trouwt Aukje wel. Ik heb namelijk een plan bedacht. Kijk allemaal in je telefoon welke leuke singles erin staan. Bel ze op en haal ze vanavond nog naar het feest. En als dat niet werkt, dan heb ik ook nog een plan B. Want dan, over een jaar, trouw ik met haar. Nou, daarvan wisten Geert en ik allebei dat dat een slecht idee was.
Nou, sindsdien is er op relationeel vlak veel gebeurd, maar dat is voor nu niet relevant. Waarom ik dit verhaal vertel is dat ik natuurlijk in eerste instantie de neiging had om mijn schaamte voor mijn single zijn te verbergen. Maar ja, hoe zou het zijn om met je schaamte naar buiten te treden? He, voor mij werkt dat bevrijdend, maar is dat eigenlijk altijd zo? Nou, dat is de vraag die ik ga beantwoorden. Nou, dan vraagt u zich misschien af, waarom schaamte? Nou, schaamte is in. In 2019 is het woord streepje schaamte verkozen tot woord van het jaar. En dat komt natuurlijk omdat het overal achtergeplakt kan worden. En die trend die begon in 2017 met het woord vliegskam. Hè, dat is Zweeds voor vliegschaamte. En het werd gemunt door de Zweedse singer-songwriter Staffan Lindberg. Die zei uit schaamte te stoppen met vliegen. En ook in coronatijd zijn er heel veel schaamtes bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld de hoestschaamte, snuitschaamte en snotterschaamte. Nou, betekent dit nou dat wij ons meer schamen dan ooit, meer dan vroeger? Nee. Schaamte is van alle tijden. Maar wel denk ik dat we onze schaamtes nu meer dan ooit etaleren. En dat is goed nieuws. Want schaamte lijkt een belemmerende emotie. Het maakt dat je je wilt verbergen. Maar dat is een gemiste kans. Schaamte kan ook een bron van groei zijn, mits je er goed mee omgaat. Nou, en de kernvraag is dan, hoe zetten we schaamte in als krachtbron voor vrijuit schaamteloos leven en werken? Nou, voordat ik die vraag kan beantwoorden, helpt het natuurlijk wel om te weten wat schaamte precies is. De definitie van schaamte is dat het een sociale, morele, pijnlijke emotie is die je ervaart als je vindt dat wie jij bent niet voldoet aan de normen van de groep waar je graag bij wilt horen. Nou, je kunt je voor van alles en nog wat schamen. Hè? Je kunt je schamen voor je uiterlijk of voor de blunders die je maakt of je gebrek aan succes. Zelf schaam ik me bijvoorbeeld een beetje voor mijn H-index. Hè? Dat is een maat voor hoe vaak je wetenschappelijke publicaties worden geciteerd. En die van mij, van heel veel hoogleraren is die wel 100 of meer. En die van mij is 26. Hoe zit het eigenlijk met gender? Schamen vrouwen zich nou eigenlijk meer dan mannen? Want regelmatig, als ik het aan mannen vraag, dan zeggen ze, ik schaam me helemaal nergens voor. Nou, wetenschappelijk onderzoek bevestigt inderdaad dat vrouwen zich meer schamen dan mannen. Maar de meeste van die seksenverschillen die zijn eigenlijk ontdekt via zogeheten scenario-studies. Dus dan legt men mensen scenario's voor met de vraag of men zich dan zou schamen. He, bijvoorbeeld het scenario dat je rode wijn morst over iemands crème-kleurige tapijt. Nou, en er waren er Amerikaanse onderzoekers en die dachten dat dit soort scenario's misschien wel bedreigender zijn voor de identiteit van vrouwen dan voor die van mannen. En daarom bedachten ze nieuwe scenario's. He, zoals het scenario dat het je niet lukt om een band te plakken. Of dat het je niet lukt om de koffer van je moeder op te tillen. Of dat je bloed geeft en dat je dan flauw valt. Of dat je met je vrienden naar een tv-reclame kijkt die een beetje sentimenteel is. En dat je dan natte ogen krijgt. Nou, en wat bleek? In deze scenario's schamen mannen zich inderdaad meer dan vrouwen. Nou, en wat is dan de gemene deler? Waar schamen mannen zich dus voor? Dat ze zwak zijn, incompetent. En daarom zie je vooral bij mannen dat ze geneigd zijn hun schaamte te ontkennen. En dus zich te schamen voor hun schaamte. Nou, laat ik daarvan nog een voorbeeld geven. Een vrouw sleept haar man mee naar relatietherapie. Een beetje ver van huis, dus tevoren hebben ze een hotel geboekt. Zij wil hem bedanken hoe leuk het is dat hij mee is. En daarom heeft ze voor hem op zijn kussen een hartje van chocola neergelegd. Nou, zij is even in de badkamer. Hij ziet dat chocolaatje liggen en stopt het zo in zijn mond. Zij komt terug uit de badkamer. Ze ziet dat het chocolaatje weg is. En dan zegt ze, is je ook iets opgevallen? Iets met chocola of zo? En dan denkt hij, oh god, dat heeft ze daar natuurlijk speciaal voor mij neergelegd. Wat ben ik ook een hork. Maar hij wil dat niet denken. En hij wil de schaamte niet voelen. Dus wat zegt hij? Welk chocolaatje? Waarop zij zegt, ja hallo, het is toch niet verdampt of zo? Waarop hij zegt, misschien heb je het zelf wel opgegeten.
Nou, als schaamte er niet gewoon mag zijn, dan ontstaan al snel leugens die de boel alleen maar erger maken. En dan kan het zomaar gebeuren dat mensen zich helemaal vastdraaien in hun schaamte. En dan ontstaat er om de schaamte heen als het ware een extra laag die ik schaamte noem. Ja, en als dat het geval is, dan kun je je eigen schaamte niet meer benoemen. En dan heb je eigenlijk nog maar twee gedragsopties, namelijk flight or fight. He, dus of je vlucht weg in een isolement met depressieve gevoelens tot gevolg, of je ontkent de schaamte, geeft anderen de schuld en dan leidt schaamte gemakkelijk tot agressie. Nou, dit soort patronen zie je ook op het werk. 4 jaar lang was ik kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Het was een positie waar ik best trots op was. Nog steeds eigenlijk wel. Maar heel vaak dacht ik ook, kan ik dit wel? Snap ik het allemaal wel? Het zijn typische gedachten van een imposter. Hè? Dus dat is dat je bang bent om door de mand te vallen. Nou, op een keer hield een mede-kroonlid een heel betoog over de macro-stabiele discontovoet. Maar ik had geen idee wat het was. En ik durfde het ook niet te vragen uit angst om door de mand te vallen. Nou, wij mensen, want ik denk niet dat ik de enige ben, wij mensen steken op het werk heel veel energie in het verbloemen van onze zwaktes, het verbeteren van ons imago en het managen van de indruk die we op anderen maken. En daarmee ontnemen we onszelf eigenlijk de kans om wat nieuws te leren. Nou, kortom, schaamte brengt een hoop ellende met zich mee. Het leidt al snel tot depressie of agressie of een werkvloer waar niemand zichzelf durft te zijn. Moeten we dus maar afrekenen met schaamte en weg ermee? Nou, mensen kunnen zich ook te weinig schamen. En daardoor voelen ze zich vaak soms niet geremd, hè, om bijvoorbeeld te gaan schelden op Twitter, te pesten op het werk of nepnieuws te verspreiden over bijvoorbeeld het coronavirus. Het lijkt wel alsof het met schaamte net zo is als U2 ooit zong. Dat ging over een geliefde, maar ook voor schaamte geldt, je kunt eigenlijk niet met en je kunt niet zonder. Dus hoe moet dat nu? Je niet willen schamen is het probleem. Je mogen schamen is de verlossing. Bedenk vooral ook dit. Als je je schaamt, dan denk je slecht over jezelf. Maar het feit dat je je schaamt bewijst dat je graag een beter mens wilt zijn. Dus mijn advies is, bedek je schaamte niet langer. Kies niet voor schaamte. Kies ook niet voor vechten of vluchten. Maar ga je schaamte juist ontdekken. Ga op onderzoek uit. Zoals bijvoorbeeld Emily Winter deed. Zij is een ambitieuze Amerikaanse journalist en ze wil dolgraag publiceren in de New Yorker. Maar zelfs de plaatselijke kranten wijzen steeds haar artikelen af. En telkens als dat gebeurt, dan wil ze in een holletje kruipen. Tot op een dag zij besluit tot het tegenovergestelde. Ze stelt zichzelf ten doel om in 1 jaar tijd 100 afwijzingen te verzamelen. Nou, en ze houdt het allemaal bij in een Excel-file. En ze plaatst er allemaal opmerkingen bij, zoals deze afwijzing voelde persoonlijk of awkward, ik ben zojuist afgewezen door een vriend. Ze gaat zelfs nog een stap verder. Hè, waardoor ze uiteindelijk zichzelf en haar schaamte weet te bevrijden. Ze etaleert haar schaamte namelijk openlijk door erover te vertellen in een podcast. En uiteindelijk bereikt ze met al haar acties precies wat ze wil. Ze bereikt namelijk inderdaad in 1 jaar tijd maar liefst 107 afwijzingen, maar ook 43 acceptaties, waaronder 1 artikel in The New Yorker. Goed, het antwoord op de vraag hoe je schaamte inzet als krachtbron is natuurlijk niet dat je schaamteloos moet worden. Waar het wel om gaat is, hoe word je schaamte vrij? Daarmee bedoel ik dat je de schaamte vrij laat, dat die er mag zijn. Ooit las ik een artikel met de titel Feeling bad about feeling bad actually makes you feel worse. En dat is precies wat er gebeurt als je de schaamte ontkent. En het is niet langer nodig zodra je schaamte erkent. Want dan ontdek je
dat er achter elke schaamte een verlangen schuilt. Een verlangen om iets te kunnen of juist niet te hoeven kunnen. Een verlangen om iets zelf te bepalen of juist niet te hoeven bepalen. En bovenal een verlangen om je te verbinden met iets of iemand. Want de diepste drijfveer achter schaamte is de behoefte aan verbondenheid. Of, met een kort woord, liefde. Ik dank jullie wel. En nog iets. 15 minuten is natuurlijk gewoon veel te kort om te vertellen hoe het eigenlijk afliep op relationeel vlak. Maar mocht je daar toch nieuwsgierig naar zijn, later dit voorjaar verschijnt mijn boek, Nooit meer doen alsof. En daarin vertel ik alles. Nou ja, veel. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Dankjewel. Dankjewel, Aukje. Doen, nooit meer doen alsof. Ja. Ja. Waar schaamde jij je eigenlijk voor toen je alle vrienden daar had uitgenodigd? Nou ja, ik schaam, nou, toen op ter plekke niet meer. Hè, want dat was eigenlijk al helemaal verdwenen in de aanloop daar naartoe. Ik schaamde me eigenlijk nog het meest het moment voordat ik op de verzendknop drukte van mijn digitale enquête. En toen dacht ik van, wat ga ik nu doen? Maar ja, toen zei ik gewoon 54321, versturen maar. En toen was ik het kwijt. Ja. En wat was het verlangen wat daar dan onder lag? Ja, de behoefte aan verbinding met mensen. Hè? Of dat nou een vriend is of een man of gewoon ja, een groep van intimie. Hè? Want ja, ik denk dat wij, ja, allemaal sociaalpsychologen hier, de belangrijkste behoefte is natuurlijk ja, die behoefte aan verbinding met andere mensen. Ja. Ja, mooi. Nou ja, gelukkig dat je toen dat feest hebt gevierd. Want als je het nu zou willen doen, ja, dan was het een beetje een karig feestje. Absoluut. Karige boekpresentatie ook dit dat voorjaar. Ja, nou ja, misschien dat iedereen dan net gevaccineerd is. Of dat ik het toch nog een beetje uitstel. We zullen zien. Heel leuk. Nooit meer doen alsof. Dus daar kunnen we alvast naar uitkijken. En Aukje, heel erg bedankt voor jouw presentatie. Graag gedaan. Dankjewel. Doeg. Aukje Nauta. Hij heeft meer dan de helft van alle burgemeesters in Nederland getraind. En wat hij ze dan heeft wijsgemaakt in die training, daar gaan wij over horen. Paul van Lange. Dankjewel. Ja, van schaamte naar burgemeesters, naar vertrouwen en samenwerking. Samenwerking en vertrouwen zijn echt zo ontzettend belangrijk. Niet alleen wetenschappelijk gezien. Heel veel verschillende wetenschappers houden zich daarmee bezig, ook buiten de sociale psychologie, maar ook maatschappelijk. Zonder vertrouwen en samenwerking kun je eigenlijk niet leven. Maar hoe zorg je nou voor dat je vertrouwen kunt opbouwen en handhaven? Nou, als je naar de literatuur kijkt, dan zegt men dat mensen dat doen door bijvoorbeeld veel voor een ander over te hebben. Nou, dit klinkt als een open deur en dat is het in zekere zin ook. Als je heel erg coöperatief bent, je helpt een ander verhuizen, je doet er veel voor, dan gaat het goed. Maar hoe zit het dan met kleinere dingen? En die kleinere dingen zijn dus heel belangrijk. En ik was een keer in Italië met mijn zoon. Mijn zoon vroeg opeens, papa, wat doe jij zoal op de VU? En ik zei, ik hou me bezig met beslissingen nemen. En toen op een gegeven moment, ik kon er niet zo heel veel mee. Wat is dat nou precies? En op een gegeven moment zit ik met hem aan het ontbijt. En toen waren er drie kuipjes jam. Twee aardbeien en één bramen. En toen vroeg hij aan mij, papa, welke kies jij? En ik zei van, nou, ik hou niet zo van aardbeien, want ik kies dus voor bramen. En toen zei hij van, nou, dat is niet zo aardig, hè? Want dan heb ik geen keuze meer. Ja, dat klopt inderdaad. En wij noemen dat social mindfulness. Als je iemand de keuzevrijheid laat om toch te kunnen kiezen. En je moet dat is een heel interessant concept, social mindfulness. Dat gaat erover dat een ander nog steeds keuze heeft en dat je dat eerst ziet en dat je er daarna naar handelt. Want je moet het wel eerst zien. Nou, we hebben dat omgezet in een heel mooie methode. Bijvoorbeeld waarbij je uit drie pennen moet kiezen. Een blauwe en twee groene. En dat blijkt heel erg mooi te werken. We hebben dat op een gegeven moment nog wat verder verfijnd met andere objecten. Waaronder bijvoorbeeld appels, portemonnees of Japans eten wat je hier ziet, sushi's. En dan is het elke keer weer de vraag van, kies je bijvoorbeeld voor de items die
overbodig zijn, waar er veel van zijn, bijvoorbeeld groene appels, of kies je voor de rode appel? Nou, als je voor een rode appel kiest, is dat dus socially unmindful, want dan heeft de ander geen keuze meer. Dan heeft hij alleen maar 3 groene appels. Nou, we hebben er allerlei procedures voor ingebouwd. En wat dit laat zien, is dat als je dit meet, dat social mindfulness, onthoud die term, dan is het zo dat weerspiegelt empathie bijvoorbeeld. Maar wat ook belangrijk is, is dat we zijn bijvoorbeeld veel meer socially mindful ten aanzien van een persoon met een betrouwbaar gezicht, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van mensen uit een lagere sociale klasse. Heel erg interessant. We vinden misschien wel heimelijk dat de hogere sociale klasse al een beetje bevoordeeld is. Maar de mooiste bevinding is eigenlijk nog de asymmetrie. Jij ziet je eigen social unmindfulness zie je niet zozeer, maar een ander die het ontvangt, die ziet dat wel. En daar is het een beetje oppassen geblazen. Want zodra jij meer dan 1 keer achter elkaar socially unmindful bent, dus je bent eigenlijk een beetje onvriendelijk of onattent, dan roept dat argwaan op bij die ander. Die ander denkt, vindt dat een beetje verdacht. Is die een beetje onverschillig naar mij toe? Mag die me wel? Etcetera. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, komt dat nou veel voor? Een gebrek aan social mindfulness. Het komt voor met name bij in intergroepsituaties. Laat een Ajax supporter denken aan een Feyenoord supporter bijvoorbeeld. Maar normaliter zijn wij socially mindful. En dat blijkt ook uit onderzoek. Dan blijkt eigenlijk dat we, als we echt met een reëel persoon te maken hebben, dat we ongeveer tussen de 75 en 80% socially mindful zijn. Terwijl als we zeggen van niemand anders heeft er last van, dan gaan we richting de 50. Dus het is echt een interessante illustratie dat we het heel snel doen. Maar is dat nou ook belangrijk voor ons als mens? Social Animal is de titel van dit congres. Is social mindfulness belangrijk voor ons als sociale dieren? Het antwoord erop is ja. Allereerst, wat belangrijk is dat als je denkt naar, ook in coronatijd bijvoorbeeld, dat we willen graag met mensen omgaan. We willen graag sociaal contact. Sociaal contact is ontzettend belangrijk, want het geeft namelijk vitamine S. Het zorgt ervoor dat we ons mentaal beter gaan voelen, dat we ons fysiek uiteindelijk ook vaak beter gaan voelen als we wel sociale contacten hebben. En dat kan soms met vreemden. Maar wat mensen soms onterecht denken, is dat een andere vreemde eventueel niet zo social mindful is als hem of haarzelf. Maar ook dat die ander niet zit te wachten om een vluchtig praatje bijvoorbeeld. Maar dat is juist vaak wel het geval. De meeste mensen die vinden dat wel leuk als je aangesproken wordt. En het leidt tot een klein geluksgevoel, zowel in degene die wordt aangesproken als diegene die dat gesprek begint. Maar als je kijkt naar nog iets belangrijkers, en als je kijkt naar het leed in de wereld bijvoorbeeld, dan blijkt bij mijn natuurrampen dat ook social mindfulness, die meting die ik heb uitgelegd, dat die heel voorspellend is ten aanzien van hoeveel mensen willen doneren ten aanzien van slachtoffers van een natuurramp. Ontzettend belangrijk. Dit is belangrijker dan bijvoorbeeld je inkomen of de hoeveelheid onderwijs die je hebt gehad. Heel belangrijke zaak. Nou kan ik me ook voorstellen, ik ga een beetje snel, maar ik kan me voorstellen dat jullie het ook heel belangrijk vinden en interessant vinden. Of bijvoorbeeld social mindfulness ook samenhangt met cultuur. Verschilt het per land? Nou heb ik een oud collega in Japan, Toshio Yamagishi, en die zei tegen mij, Paul, dat is social mindfulness, iedereen is gewoon social mindful. Waarom doe je dat onderzoek toch eigenlijk? En hij heeft eigenlijk gelijk, want Japan is inderdaad een van de meest socially mindful landen in de wereld. Wij scoren trouwens ook nog verrassend hoog. We worden wel vaak als een beetje direct en bot gezien, maar kennelijk zijn we toch wel redelijk socially mindful, volgens deze test. En wat interessant is, is dat dat ook weer samenhangt met hoe milieuvriendelijk een land is ingericht. Meer milieuvriendelijke landen zijn meer socially mindful. De conclusies op een rij. Nou, socially mindful kost weinig, maar je moet het wel zien. Het lijkt automatisch, maar niet voor groepen. Dan krijg je eerder dat mensen sociaal vijandig zijn. Grote verschillen tussen culturen, ook belangrijk. En ik heb 2 take-home messages. De eerste is voor onderzoekers, heel belangrijk. We onderzoeken heel vaak met vragenlijsten, allerlei zaken. Maar mensen vinden vragenlijsten niet altijd even opwindend. Socially mindfulness heb je mooie plaatjes. Het is eens een keer wat anders. En het werkt ook nog heel goed. Het tweede take-home message is meer voor de mensen thuis. Die niet met onderzoek iets doen. Maar die toch denken van, vitamine S. Ja, daar wil ik wel iets meer van hebben. Nou, onderschat de social mindfulness van de algemene Nederlander niet. Zoek ze gewoon op, maak contact en word blij. Ja, dit was natuurlijk wel een beetje pijnlijk, hè?
dat je eigenlijk zegt van stuur eens een plaatje. Want de vragenlijst, dat vinden mensen niet leuk. Maar Aukje, die was hier net en die heeft dus naar al haar gasten had ze de vragenlijst gestuurd. Het is niet zo social mindful van je. Ik schaam een beetje, Aukje, maar ik heb ook geleerd dat dat liefde is. Dus Aukje, ik mag jou. Phew, hey, mooi, goed uitgered. En dat staatje met die cultuurverschillen wil ik ook wel eventjes. Want ik vind mezelf veel minder social mindful dan mijn Amerikaanse partner. Die is echt heel... Maar die, dus dat Amerikanen scoren lager. Ja, ik vind dat ook zelf ook heel erg interessant. Ik denk dat er in Amerika... Ik heb heel veel Amerikaanse vrienden. Dat er in de cultuur heel... Je hebt geloof ik de drie P's, please. En je hebt van die hele mooie uitdrukkingen... waardoor mensen... Het zit zeg maar in de taal ingebakken om socially mindful te zijn. Ja, ja, precies. En in Nederland hebben wij dat iets minder. Ja. Onze taal Hij is wat minder rijk. Iets korter door de bocht gaan vaak. We gaan iets korter. Ja. Maar we nemen de bocht wel netjes. Ja. Ja, zo net netjes. Maar mijn zusje die zegt sinds hij in de familie is van... moeten we een hoop woorden gebruiken? Gewoon een kopje koffie neerzetten. En dan moet je zeggen, oh, thank you, I really appreciate it. Ja. En zo. Ja. Maar toch is dat mooi dat de cultuur dat heeft. Want met vriendelijkheid heb je wel dat eerste stapje te maken... waardoor je verder komt met elkaar. Ja, klein stukje geluksgevoel. Ja, die vitamine S. Dankjewel, ja. Paul, voor je presentatie. Paul. Paul van Lange was dat, van de Vrije Universiteit. De volgende presentatie, en dat gaat eigenlijk ook weer over cultuurverschillen. Niet-traditionele koppels uit verschillende culturen. Daar heeft Melissa Vink onderzoek naar gedaan. En zij is trouwens ook een van de initiatiefnemers geweest destijds van dit congres. En nu staat ze hier voor jullie te presenteren. Dus dat is natuurlijk al een hele mooie ontwikkeling. Ja, hoe gaat niet-traditionele koppels, hoe worden die nou in verschillende culturen gepercipieerd? Melissa Vink. Achter iedere succesvolle vrouw staat een paardenlul van een man aan haar stoelpoten te zagen. Dat werd getweet naar aanleiding van het spraakmakende interview met Robert Oei in NRC... waarin hij liet blijken hoe lastig hij het vindt om de man van burgemeester Femke Halsema te zijn. Nou, dan kun je misschien denken dat is een losstaand voorbeeld... maar er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat laat zien... dat deze niet-traditionele stellen, waarbij de vrouw het beter doet dan de man... allerlei negatieve relatieervaringen hebben, veel meer dan de traditionele stellen. Hoe komt dat? Ik doe onderzoek naar deze niet-traditionele stellen... waarbij de vrouw hoger op de maatschappelijke ladder staat dan de man... Dit betekent dat deze vrouw meer verdient, hoger is opgeleid of een betere baan heeft dan haar mannelijke partner. Je had ook een plaatje van mij daar kunnen gebruiken. Oh ja? Ja, kunnen we, ja, want steeds meer vrouwen zijn natuurlijk gaan werken. En in Nederland zijn er zelfs meer vrouwen hoger opgeleid dan hun mannelijke partner. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het aantal vrouwen dat meer verdient dan hun partner, dan lopen we nog erg achter. Zo verdient maar 12% van de jonge moeders meer dan hun mannelijke partner. En ook als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de normen in Nederland, dan zijn we nog heel traditioneel. Zo vinden we in Nederland maar minder dan 1% van alle inwoners vindt het een goed idee wanneer de man meer al het werk binnenshuis doet en de vrouw al het werk buitenshuis. Dus heel weinig mensen. Nou, dan kun je misschien afvragen hoe kan dat, hè, dat we daar zo achter in blijven. En vaak denken mensen, nou, dat zijn evolutionaire en universele verschillen tussen mannen en vrouwen die die partnervoorkeuren verklaren. Dus mannen zijn op zoek naar een sociale en warme partner die goed voor het gezin kan zorgen. Terwijl vrouwen op zoek zijn naar een daadkrachtige, machtige man die veel geld binnenbrengt. Nou, zonder dat ik wil ontkennen dat deze evolutionaire en universele verschillen helemaal geen rol spelen, wil ik vandaag aan jullie uitleggen dat dat wel een beetje tekort door de bocht is. En dat de nationale cultuur van een land ook een hele belangrijke rol speelt in die ervaringen die niet-traditionele stellen hebben. Nou, hoe kunnen we dat nou onderzoeken? Wanneer je de ervaringen van niet-traditionele stellen over verschillende landen met elkaar vergelijkt, kun je kijken wat voor factoren er nou in die verschillende landen zijn die die ervaringen van stellen kunnen verklaren. Er zijn namelijk twee verschillende manieren waarop je nationale cultuur kunt meten. Ten eerste zijn dat de daadwerkelijke uitkomsten die een land heeft. Dus dit is bijvoorbeeld het sociale beleid dat er heerst in een land. Of het aantal vrouwen in senior posities op de arbeidsmarkt. En daarnaast zijn er ook de normen die er heersen in een land. Wie wordt er verwacht te werken en wie wordt er verwacht te zorgen voor de kinderen? Nou, dat dit uitmaakt wil ik graag laten zien aan de hand van twee voorbeelden.
Ten eerste zijn mannen die heel veel doen in het huishouden hebben een grotere kans op echtscheiding in Duitsland dan in Amerika. En de onderzoekers die dit bekeken, die zeiden dat dit kwam omdat Duitsland sociaal beleid heeft die heel erg de mannelijke kostwinnaar ondersteunt, terwijl Amerika dat in mindere mate heeft. Maar ook normen spelen een belangrijke rol. In landen waar mensen mannen makkelijker met beta-disciplines en vrouwen makkelijker met alpha-disciplines associëren, scoren mannen beter op wiskunde dan vrouwen. Terwijl in landen waarin deze associaties tussen beta- en alpha-disciplines en mannen en vrouwen minder sterk zijn, zijn die verschillen op wiskundig gebied ook niet meer vindbaar. In mijn onderzoek heb ik dus gekeken hoe die niet-traditionele stellen in verschillende landen, nou wat voor ervaringen zij nu precies hebben en welke rol die nationale cultuur daarin speelt. Dit onderzoek heb ik gedaan samen met Belle Derks, Naomi Ellemers en Tanja van der Lippe. En met z'n vieren hebben we de European Social Works Workplace Survey gebruikt. Die is afgenomen in 9 verschillende landen. In totaal heb ik de ervaringen van bijna 2800 mannen en vrouwen in heteroseksuele relaties met elkaar kunnen vergelijken. Dus dit zijn mannen en vrouwen in traditionele en in niet-traditionele relaties. Daarnaast heb ik 2 indicatoren van die nationale cultuur gebruikt. De Gender Empowerment Index is een mate die aangeeft in hoeverre vrouwen in senior posities op de arbeidsmarkt aanwezig zijn in een land. En de impliciete associatietest op landniveau laat zien in hoeverre de inwoners van een land man met werk en vrouw met familie associëren. Zo heb ik dus en die daadwerkelijke uitkomsten en die normen in mijn onderzoek meegenomen. Nou, als je kijkt naar die Gender Empowerment Index, dan zie je dat Nederland het best wel goed doet en staan we op de 3e plek in het onderzoek waarin ik dus deze 9 landen meenam. Wanneer je echter kijkt naar die traditionele normen, wat misschien geen verrassing meer is, zie je dat Nederland het ineens een stuk slechter doet en staan we zelfs op de 1 na laatste plaats. We associëren in Nederland mannen dus heel sterk met werk en vrouwen met familie en doen dit in veel sterkere mate dan bijvoorbeeld de inwoners van Zweden of Spanje. Nou, wat zijn vervolgens die ervaringen van die niet-traditionele stellen? Net als in eerder onderzoek vond ik ook in deze survey dat de niet-traditionele stellen minder tevreden waren met hun relatie, meer tijdsdruk ervaren en meer negatieve emoties rapporteerden dan de stellen in de meer traditionele relaties. Maar dit bleek echter ook beïnvloed door de nationale cultuur in het land. Zoals je hier kunt zien, zie je dat in de egalitaire landen het niet uitmaakt of mannen en vrouwen in een traditionele of niet-traditionele relatie zaten. Beiden waren even gelukkig met hun relatie. Echter, in de traditionele landen zag je dat de niet-traditionele stellen minder gelukkig waren met hun relatie dan de meer traditionele stellen. Dit geeft dus aan dat die nationale cultuur van een land een belangrijke rol speelt in hoeverre stellen gelukkig zijn met hun relatie. In Nederland hebben we dus een slag te slaan wat betreft onze normen. Hè? Wie moet er nou werken en wie moet er nou zorgen? Daar kunnen we nog zeer in verbeteren. Dus wie staat er nou eigenlijk aan die stoelpoten van die succesvolle vrouwen te zagen? Nou, mijn onderzoek impliceert dat het de samenleving is met inwoners die ofwel aan de stoelpoten zagen ofwel de stoelpoten van de vrouw verstevigt. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, heel interessant. Ja, nee, dit is een hondenlul van een man. Of wat was het? Een paardenlul. Over dat ongenuanceerde op Twitter, hè? Ja, heerlijk is dat. Ja. En gooi het er maar uit. Ja, mensen zien je toch niet, inderdaad. Dan zijn we weer terug bij het cyberpesten. Wat interessant dat in Nederland nog zo achterloopt. Hè? Was je verrast door iets wat je hebt kunnen constateren in je onderzoek? Nou, eigenlijk was ik dus wel positief verrast op basis van die Gender Empowerment Index. Dus dat we het in Nederland dus best wel goed doen van het aantal vrouwen in die senior posities op de arbeidsmarkt, want ik was eigenlijk heel pessimistisch over hoe Nederland stond ten opzichte van die andere Europese landen. Dus dat viel me eigenlijk wel mee. Alleen wat je dan dus wel ziet in Nederland is dat al die vrouwen part-time werken en veel meer mannen fulltime. Dus daar hebben we ook nog wel echt een slag in te slaan als het hierop gaat. Ja, want ik bij mezelf inderdaad merk dat je dat het een beetje, ja, dat je er niet heel veel nadruk op legt, omdat je inderdaad niemand wil kwetsen of zo. Maar ja, je ziet dus hoe sterk die normen dus uitmaken op hoe mensen dus naar je relatie kijken. Ja. Terwijl het eigenlijk niet uit zou maken. Nee. Sorry. Ja. Nou, voor mij is dat te laat, ik ben al gescheiden. Maar goed. Hey, dankjewel, Melissa Fink. Ja, jij bedankt.
en een hoopvol praatje voor iedereen die een klein beetje grappiger wil zijn. Dus ik ga met grote interesse luisteren en ik hoop jij ook. Madeleijn Strik. Dankjewel. Ik zie dat de titelslide ook waarschijnlijk 20 seconden in beeld blijft. Misschien een goed moment om even een fysieke oefening te doen en gewoon dit plaatje na te doen. Thuis ook. Hè? Hier in de zaal doet al iedereen het. Ja, Sofie ook, gelukkig. Ja, dankjewel. En dan gaan we zo denk ik beginnen met de allereerste slide. Want er is een heel erg vooroordeel aan de gang. Namelijk dat vrouwen niet grappig zijn. 94% van de mannen en 89% van de vrouwen is het eens met de stelling dat mannen grappiger zijn dan vrouwen. Dit zijn data uit Amerika, maar hetzelfde gegevens vind je in andere landen. En dit is even voor de academici. Uit studentenevaluaties blijkt dat studenten hun mannelijke docenten 2 keer zo vaak als grappig beschrijven dan hun vrouwelijke docenten. En ja, misschien maken vrouwen geen grappen, maar misschien worden ze er gewoon niet zo voor gewaardeerd. En dan kun je zeggen, ja, so what? Hè? Maar daar ben ik het dan niet mee eens. Want humor is wel echt heel erg belangrijk. Onder andere bij charisma, overtuigingskracht, maar ook leiderschap. Hè? De leiders die wij sympathiek vinden, die we goed vinden, dat zijn meestal ook de leiders die we grappig vinden. Dus het is belangrijk, die vraag, is het nou een voordeel of is het echt een feit? En daar is wel dat vrouwen niet grappig zijn dus. En daar is wel echt veel onderzoek naar. Ik wil jullie daar een beetje meenemen. Laat ik beginnen met een taak waar mannen gemiddeld heel goed in zijn. En dat is de cartoon-test. Dit is hij. Dus je krijgt een cartoon te zien. Hè. Deze krijgen mannen en vrouwen dan in een laboratorium. En dan moeten ze daar een grappige onderschrift bij bedenken. En dan worden die grappen, die onderschriften, worden beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit mannen en vrouwen die blind is voor het geslacht van de grapmaker. En het is ook maar heel goed dat die jury dus blind is voor het geslacht van de grapmaker, want ze zijn namelijk zelf ook bevoordeeld. Ze vinden, ze denken vaak dat de leukste onderschriften, hier zie je er een paar, dat die dus door mannen zijn bedacht. En dat is vaak helemaal niet zo. Maar goed, gemiddeld genomen over heel veel onderzoek blijkt wel dat in deze taak mannen dus net ietsje beter zijn. En dat heeft er misschien mee te maken dat het een beetje competitieve taak is. Hè? Het gaat echt over wie maakt nou de leukste grap. Het is ook een beetje losgezongen van de sociale werkelijkheid waarin humor vaak plaatsvindt in het dagelijks leven. Want vrouwen die zijn eigenlijk veel beter in humor in sociale situaties. Als het gaat om spontaan en niet zozeer een grap vertellen, maar eerder een grappige anekdote, vaak meer met zelfspot, waarmee je contact maakt met anderen en ook saamhorigheid krijgt. Dat doen vrouwen heel goed. Dus alles overziend zou je kunnen zeggen, nee, dit vooroordeel, dat klopt eigenlijk niet. We hebben wel degelijk verschillen tussen mannen en vrouwen, maar het is niet zozeer dat mannen nou echt grappiger zijn. Het is eerder dat de stijlen verschillend zijn en dat mannen en vrouwen het anders doen, zou je kunnen zeggen. Maar waar komen die verschillen in stijl dan vandaan? Nou, ook daar is veel onderzoek naar en een belangrijke oorzaak zijn genderrollen die cultureel aangeleerd worden. Van vrouwen verwachten we dat ze passief, bescheiden en zorgzaam zijn. En van mannen verwachten we dat ze zelfverzekerd, assertief en leidend zijn. En dat heeft weer allerlei gevolgen voor hoe mannen en vrouwen met humor omgaan. Als je mannen en vrouwen in een gezamenlijk gezelschap zet, zul je zien dat vrouwen eigenlijk niet zoveel grappen maken. Ze zijn vooral heel veel bezig met sociaal lachen en vaak om de grappen van die mannen. En als ze dan grappen maken en in het middelpunt komen te staan, worden ze daar vaak niet zo voor gewaardeerd, zoals mannen. En zeker als ze grof zijn. Daar hebben cabaretiers bijvoorbeeld last van. Dit is Maya van As. Zij hoorde een keer na een voorstelling een man zeggen, wat was jij grof voor een meisje? Terwijl je zo mooi bent, wat zonde. En dat zegt eigenlijk wel genoeg. Wij verwachten kennelijk, of sommige mensen verwachten dat nog steeds, dat meisjes lief en mooi willen zijn en niet per se grappig. En er speelt nog iets anders mee. Testosteron. Er is een verschil in zelfvertrouwen tussen mannen en vrouwen als het gaat om humor. Het heeft met testosteron te maken, want dat hangt samen met risicogedrag. Er is onder andere een mooi boek van Iris Sommer over verschenen onlangs, Het Vrouwenbrein. En laten we eerlijk zijn, grappen maken is ook wel
risicogedrag. Want het gaat natuurlijk ook heel vaak fout. Hè? Dat mensen het niet begrijpen of dat het verkeerd valt. Dat er die enge stilte valt waar we allemaal zo verschrikkelijk een hekel aan hebben. Hè, dus je moet wel een beetje lef hebben. En mannen vinden het minder erg om dat maar gewoon te proberen en te kijken hoe het loopt, gemiddeld. Even een zijstraatje, er is dus ook een neurologische aandoening genaamd witselzucht. En dat is dat je ongebreideld grappen wil maken, terwijl het je niet zoveel interesseert wat mensen er nou van vinden. Dat is een hele zeldzame ziekte, maar voor zover die voorkomt, toch vooral bij mannen. Dus wat kunnen we nu concluderen? Grappen maken is risico nemen. En zeker voor vrouwen, want ze worden er niet zo erg voor gewaardeerd. En ja, ze hebben al minder testosteron, dus op die manier wordt de drempel wel heel erg hoog. Of het ravijn wel heel diep, zou je kunnen zeggen. En dat het ook uitmaakt, blijkt uit onderzoek. Want als je diezelfde cartoontaak neemt, waar ik het aan het begin over had, hè, waar mannen dus eigenlijk beter in zijn, als je mannen en vrouwen dan matcht op zelfvertrouwen, dan zul je, kwam uit het onderzoek dat vrouwen even goed zijn of zelfs een beetje beter dan die mannen. Dus wat moeten we hier nou allemaal mee? We moeten eigenlijk gewoon af van dat rare genderpatroon. Het idee dat vrouwen geen grappen mogen maken of dat dat niet past, daar moeten we eigenlijk van af. Dat begint al in de opvoeding. Bijvoorbeeld tussen ouders en hun dochters. Maar er is ook heel goed nieuws. Namelijk, grappig zijn is gewoon te leren voor mannen en voor vrouwen. Dat blijkt onder andere uit dit mooie boek van Eddie Izzard. In dit boek legt zij uit, want zij is transgender, hoe ze van een heel ongrappig kind naar een hele grappige, de beste comedian, een van de beste comedians van de wereld ging. Gewoon door heel veel te oefenen. Dus elk meisje is eigenlijk een Pippi Langkous. Maar als ze ouder wordt, dan moet ze ook dat zelfvertrouwen houden en vooral ook heel veel blijven oefenen. Dat en een flinke scheut emancipatie erbij, dan hebben we over een paar jaar dat vooroordeel niet meer. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dit is inderdaad wel een hoopgevend verhaal. Het heeft dus te maken met zelfvertrouwen en blijven oefenen. En ook hier weer die gelijkheid. Ja. Gebeurt dat echt vaak, dat journalisten aan jou vragen, maken ze een grap? Ja, dat gebeurt dus echt, ja. Zonder vraag. Afschuwelijk, hè? Ja. Ze denken toch van, oh, nu komt iemand over humor en die moet dan gewoon, dat moet gewoon super grappig zijn. En dat is voor mij al gelijk heel bedreigend natuurlijk om überhaupt al zo te beginnen. Ja, en hoe reageer je? Heb je daar inmiddels dan een soort voorgekookte reactie op? Van, doe je een bordetje, loop je weg? Ik ben er nog steeds niet uit. Als je tips hebt, meestal zeg ik, ja, dat doe ik niet. Maar dan word ik gelijk ook weer zo chagrijnig. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, hoe ik erop... ja precies. Nee, jij trekt volle zalen. Ja, ja. Ik zal eens even over, ik weet ook niet meer wat ik uiteindelijk ben gaan zeggen of zo. Van ja, daar moet je eerst een kaartje kopen. Het is allemaal dan humorloos en dan word je gelijk weer inderdaad in dat zure hoekje gezet. Ja, en dat, daar komen we dus niet mee uit.